Hallo lieve vrienden, daar zijn we dan weer. Ik ben in die andere wijk geweest, naar die rommelmarkt, maar ik vond het maar knudden met een rietje. Ik vond er niks aan. Je moest zoeken, want het was gewoon bij je eigen voor de deur. Nou, de ene heeft wel wat, de ander heeft niks. Dus ja, ga bij elkaar zitten, veel gezelliger. Toch? Ja. Toen ben ik dus weer teruggegaan naar het centrum. Even een gedeelte markt gepakt. Toen naar Cape Holland. Oude Rijkswerf. Naar dat stormbaan voor die kinderen. Nou, daar was het over de koppen lopen, daar kon je niet bij komen. Uiteraard zijn de ouders erbij, want je moet intree betalen, anders kan dat niet. Dus ja, daar kon ik ook niet helemaal lekker bij komen om daar te gaan vloggen. Toen kwamen we natuurlijk Astrid tegen. Ja. Ben ik met Astrid weer het centrum ingestiefeld. Weer een stuk markt gehad. Toen bij een hele lieve man, Sievert genaamd. Die heeft daar een restaurantje bij, een pleintje. Daar hebben we even lekker een bakje koffie gedaan. En toch nog kunnen genieten. Toen heb ik de koper uitgezet. En ook niet meer gevlogd. En toen zijn we weer richting huis gegaan, maar ik had het over een lamp. Ja, een lamp die er moet een te grote lamp in met te veel wattage. En dat in een schemerlamp vond ik niet mooi. Dat deed zeer aan je ogen. Kijk nou, een nieuwe lamp. De lamp op zich was trouwens ook, ja, niet echt denderend meer, vond ik. Maar ja, wie ben ik? Ik heb een nieuwe lamp gekocht. Tenminste, Astrid die heeft hem gevonden in dat winkeltje. Ze zegt, je moet eigenlijk ook even komen. Nou ja, ik er ook naar binnen gestiefeld. Niet vragen hoe, ik kreeg een waterprobleem van de winkel. Nou, heb ik dit lampje gekocht. Er zat wel een peertje in, maar dat was te, ook 40 watt. Dat is zo'n lamp? Fout. 15 watt, vind ik wel zo mooi. Hij gaat vanavond aan. Ja, hij is aangesloten op de AB. Dus dat is allemaal oké. Vinden jullie mijn vlog oké? Doe je dat duimpje toch lekker omhoog? En ben je nog niet geabonneerd? Doe het dan snel.
Ja, want dan kom je bij Corina en de beestenboer, want daar ligt mijn hondje. En daar ligt mijn prinsesje. En de rode rakker die is binnen. En ja, en die zit op het plekje van die zwart-witte. Hé, kerel? Ja nou? Ja? Is dat zo? Nee, dan moet je omhoog kijken. Kom eens hier. Hé, ja kijken. Je bent eigenwijs, hè? Ja. Maar ja, dat... Ja, miauw. Oh, nou dan. Maar in ieder geval, ja, dat is allemaal goed, et cetera. Dus dat komt ook wel goed. En ik ga zo even Facebooken. Eventjes, helemaal niks. Eventjes relax. Nou, misschien een plaatje maken, ik weet het nog niet. Of het een of het ander. En dan vanavond proberen de vlog in elkaar te zetten. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, tot later. Ja, lieve vrienden, en het is weer hartstikke laat. Later dan ik zou. Ik ben back af. Ik weet niet of ik morgen naar de kerk toe kom. Nee, dat wordt weer veel werk. Ze hebben me wel bezig gehouden vandaag. Dus ja, ik wens jullie wel allemaal een welterusten. Een hele goede nacht. Slaap lekker met de mooiste dromen die je maar wensen mag. En graag tot aan de andere kant van de nacht. En een hele, hele fijne, liefdevolle en een gezegende zondag toegewenst. Zeggen lieve mensen, tot dan. Doei, doei.